In deze video maak ik bekend wie de genomineerden zijn voor de debatprijs van april 2019. En de debatprijs is een prijs die door het Nederlands Debatinstituut samen met het EO NPO Radio 1 programma Dit is de Dag in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor die mensen die in onze ogen een positieve dan wel een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het maatschappelijk debat in Nederland. De eerste genomineerde is Pierre Valkering, pastoor van de Vredesparochie in de Amsterdamse Pijp. Tijdens de viering van zijn 25-jarig jubileum maakte hij bekend dat hij praktiserend homoseksueel is en in het verleden ook een pornoverslaving heeft gehad. Nou, dit leverde uiteraard een storm aan media-aandacht op en zie hier een kort fragment van een interview dat hij gaf. Nou, ik denk dat eerlijkheid het antwoord is. Dus wij moeten als mensen binnen de kerk, de priesters voorop en de bisschoppen, ons eenvoudig kunnen laten zien. Hè? Wat betreft onze zon en onze schaduwzijde. Hè? Daar moet gesprek over zijn. Daar moeten we over uitwisselen. We moeten elkaar in vertrouwen nemen. We hebben Pierre Valkering genomineerd omdat hij zich buitengewoon kwetsbaar heeft opgesteld in een hele moeilijke en gevoelige discussie binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De kerk die formeel voor het celibaat is en tegen praktiserende homoseksualiteit. Door dit verhaal ondersteunt men een boek heeft Valkering zich nogmaals kwetsbaar opgesteld en geprobeerd invloed uit te oefenen op deze moeilijke discussie. Wat de jury betreft een nominatie waard. De tweede genomineerde is Merel van Vroonhoven, de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Zij maakte deze maand bekend dat zij stopt als topvrouw bij de AFM om haar carrière voor te zetten als docent in het basisonderwijs. Omdat zij belangrijk werk wil blijven doen, maar dan nog veel dichter op de mensen en met de mensen om wie het uiteindelijk gaat. De jury heeft Merel van Vroonhoven genomineerd omdat zij via een persoonlijk voorbeeld een interessante impuls geeft aan twee actuele maatschappelijke discussies. Aan de ene kant het vraagstuk omtrent de positie van de docent in Nederland. Is daar wel voldoende waardering voor? Staan ze wel op de maatschappelijke ladder op de plek waar ze zouden moeten staan? En tegelijkertijd de discussie omtrent zingeving binnen het werk. Steeds meer, vooral jonge mensen, zijn op zoek naar werk waarvan ze het gevoel hebben dat het daar echt toe doet. Veel meer dan dat ze op zoek zijn naar een baan die goed betaald of een hoge status heeft. En door het voorbeeld van Merel van Vroonhoven worden die twee discussies mooi aan elkaar gekoppeld en het levert er dan ook ongelooflijk veel reacties op. De derde genomineerde voor deze maand is Theo Hiddema, Tweede Kamerlid namens het Forum voor Democratie, die deze maand in opspraak kwam omdat hij tijdens een Kamerdebat over de veroordeelde Michael P., de veroordeeld voor de moord en de verkrachting van Anne Faber, in gruwelijke details beschreef hoe bij een eerdere verkrachtingszaak Michael P. te werk was gegaan. En dat terwijl de ouders van Anne Faber aanwezig waren bij het Kamerdebat. Zie hier een heel kort fragment. ECLI 2011 BQ 8628. Lees en huiver. Wat ligt aan zijn opname ten grondslag? Een verkrachting van twee meisjes. De jury heeft Theo Hiddema genomineerd omdat wij, in tegenstelling tot alle kritiek die hij over zich heen kreeg, van mening zijn dat juist het beschrijven van die gruwelijke details heel functioneel was voor het punt wat Theo Hiddema tijdens dat debat wilde maken. Overigens gaf ook de vader van Anne Faber na afloop van het debat aan dat hij het juist goed vond dat Hiddema in detail had beschreven wat er in die eerdere verkrachtingszaak precies was gebeurd. Vandaar de nominatie. Ben je nu benieuwd wie uiteindelijk de winnaar is geworden van de debatprijs in de maand april? Klik dan op de link in de beschrijving hieronder naar de live uitzending van NPO Radio 1 Dit is de Dag. En wil je op de hoogte blijven van de debatprijs of vaker tips ontvangen op het gebied van overtuigingskracht? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal hierboven. Succes!